maar kijken wat gevolgen een zogenaamde kleine fout van 1/10 van een punt kan hebben. Geen medaille dus voor Alina Stoica, maar misschien wel voor deze Katia Pietrosanti, eigenlijk de grote revelatie van dit kampioenschap in Boekarest. Hoewel ze dus maar 13e allround eindigde, heeft ze dus op de meeste neutrale kijkers hier een buitengewone indruk nagelaten. Ze zit in 3 finales, dit is de 2e van de 3. Prachtig opgevangen. Die hoge worp ging er helemaal in de hoek van de vloer. En de schitterende bewegingen. Prachtig onderlijnd en begeleid door die formidabele muziek. Niet wat onverwacht. 55 voor Pietrosanti en dat is dus een gedeelde zilveren medaille.